Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stoffel de Naald. Voor vandaag gaan we het hebben over weer iets wat ik in de winkel ben tegengekomen. Wat men in één keer weer aan iets deed denken. Waarvan ik dacht van ja, dat is wel eigenlijk wel typisch jaren 80, begin jaren 90. Zie je nou ook niet zoveel meer. En dat heeft weer te maken met speelgoed. En met speelgoed heb ik wel vaker over gehad. Stel je bent speelgoedfabrikant. Dan moet je de aandacht van de koters vasthouden. Hè? Dan meestal heeft dat een span van een generatie wat met jouw product speelt. Dus ongeveer 3 jaar en dan mag je van een succesvolle lijn spreken. Dus voor al die lijnen die al jaren en jaren bestaan. Dat is eigenlijk heel knap om te doen. Maar hoe doe je dat dan eigenlijk? Of hoe probeer je in ieder geval de aandacht op jouw product te houden? Dat is door nieuwe gimmicks. Op een gegeven moment raken de kinderen op iets uitgekeken. En dan moet er dus weer wat nieuws komen. En dat deden ze vaak in de vorm van een gimmick in die tijd. En wat houdt dat in? Nou ja, een extraatje, iets wat nog niet kan. Je hebt bijvoorbeeld speelgoed wat een raketjes af kon vuren door middel van een veermechanisme. Glow-in-the-dark speelgoed was toen bijvoorbeeld ook. Hè. Dat was ook even een hype, om het zo te zeggen. Wat had je nog meer? Figuren bijvoorbeeld met kleine magneetjes in de voeten, zoals van Starcom. Nou, en zo probeer je als bedrijf toch wat. En ik kwam dus iets tegen op het werk waarvan ik dacht, oh ja, dat is wel grappig. Deed me een beetje denken aan de Crash Dummies. En de Crash Dummies is dus ook weer een lijn uit eind jaren 80. Ik wil eerder zeggen begin jaren 90, maar misschien is het nog net jaren 80. Maar dat was echt speelgoed gemaakt om kapot te maken. Niet zozeer, maar dat sprong allemaal uit elkaar en dat kon je ook weer in elkaar klikken. Jammer genoeg heb ik daar geen voorbeelden om aan jullie te laten zien. Ik heb er ooit een garage van gehad met een taxi die helemaal aan barrels kon rijden. Maar helaas, die heb ik ooit weer eens een keer verkocht. Dat is dus het element slopen. Hè? Kinderen... Ja, is niet altijd even leuk, maar dat zien we ook wel in onze speelgoedhoek. Daar gaat nog wel eens wat kapot. Kinderen zijn slopers. Dus misschien hebben sommigen zich daardoor laten inspireren en denken van nou, als die kinderen dat willen, waarom doen we dat niet in het speelelement van ons product? En hoe kwam ik daarop? Nou, dat is door middel van een paar kleine autootjes die ik tegenkwam. Ik hoop dat ik het een beetje hier duidelijk in beeld kreeg. Dit is een autootje en ze zitten niet zo mooi in de verf, maar deze hebben dus een play feature en dat is dit deurtje hier. Als ik die indruk, nou jongens, het zal de tand des tijds zijn, ik krijg deze niet voor elkaar. Volgende autootje, ik heb nog meer autootjes. Ik heb hier nog een rood autootje. Volgens mij zijn dit allemaal Hot Wheels. Ja, Hot Wheels, je ziet het klepje kan open en je ziet de bumper, maar de bumper kan je dus omdraaien en dan zit er een dikke vette deuk in de bumper. En je kan hem ook weer terugdraaien tot hij weer goed is. Dus hiermee kon je bijvoorbeeld botsingen simuleren. Ik heb hier nog een andere wit autootje. Hopelijk een beetje dezelfde als de gele. Hopelijk doet die het wel met de deur. Het is wat afgebut speelgoed. Maar het gaat even om het idee. Het kost er meer moeite dan zou moeten, maar het is dus de bedoeling dat als je het even klikt, dan is er een veermechanisme dat snel omdraait. En dan zie je hier ook weer hopelijk een klein beetje een deuk in de portier, die er eerst niet zat als ik hem weer terugdraai. Nou, dat ging wel vrij makkelijk. De meest duidelijke is eigenlijk nog deze, ook omdat hij nog het mooiste in de verf zit. Dit lijkt wel een soort van fantasiewagen, of is het een specifieke wagen? Nee, niet dat ik weet. Maar je hebt hier de cockpit en als ik die omdraai, krak! Kijk, zo horen ze. Dus deze is het mechanisme nog wel van lekker. Dan zie je tot die hele cabine aan barrels ligt. Dus hiermee, en dat zie je ook wel aan de staat van de autootjes, zijn ze natuurlijk. Hè, zet ze hem zo neer en dan is het zo hard mogelijk die andere auto er tegenaan ketsen. Tot dus die deur of die bumper dan uit zichzelf door dat mechanisme omdraait. En dan heb je schade aan je wagen. Eigenlijk een soort van Destruction Derby, het PlayStation 1 spel. waar je ook op elkaar in moest rijden en waar de schade aan de wagens kwam. Deed je hiermee dus in speelgoedvorm met je Hot Wheels. Nou, vond ik wel weer leuk om even te zien. Ik dacht van, god, daar heb ik al een poos niet meer aan gedacht. Maar ja, die waren er. Is dat nou ook doorgevoerd in speelgoed wat bijvoorbeeld ik weer verzamel? Hè? Jawel, als we er goed over gaan nadenken. Ik heb hem even, zit goed onder de stof. Maar dit is bijvoorbeeld de Cobra Rattler. En de Cobra Rattler is een vliegtuig van D.H.O. van Cobra, van de slechterikken. En dat is een vliegtuig dat verticaal kan landen en opstijgen. Ze waren er bij D.H.O. altijd vroeg bij wat de ontwerpen betrof van de NAVO of een Warschau-pact of dat soort zaken. Het was dus voor hun een vrij futuristische lijn, maar een heleboel dingen zijn later ook in het echt uitgebracht. Dus een heleboel van die voertuigen zijn gebaseerd op echt bestaande militaire voertuigen. Maar dat daar gelaten gaat nou even niet om. Waar het mij om gaat zijn klepjes. Je ziet hier een langwerpig klepje. En als ik hem omdraai,
zie je hier een ander klepje. En als je die eraf haalt, volgens mij ja, komt er een soort van motorblok. Hè? Wat details daarvan komt er dan tevoorschijn. Maar deze kan je er dus afhalen. En wat is het leuke hier nog van? Dat heb ik heel lang niet geweten, totdat ik eens een keer eentje kocht waar het bij zat. Daar zaten dus ook extra onderdelen bij. En als ik het even laat zien, misschien tot je dan herkent. Dit is het lange stuk. En dit is het vierkante stuk. Met allemaal kogelgaten erin. Ik zou dus bijvoorbeeld die zou kunnen veranderen voor die. En dan heeft die schade door een luchtgevecht met waarschijnlijk een van de D.I. Joe vliegtuigen of helikopters. Of wat dan ook luchtafweer geschud. Dus zo kan je ook in je spelelement als kind weer van de, ja, dat je geraakt met een going down, parachute, help, et cetera. Ja, grappig, wat ik ook al zei, ook weer per ongeluk achtergekomen dat zoiets er was. Wat ik nog wel, wat nog vers in het geheugen las, was een andere figurenlijn. En dat is He-Man. Want He-Man had dat bijvoorbeeld ook een beetje weer hetzelfde idee en hetzelfde mechanisme als ook die autootjes met een draaisysteem. Ik heb hier een authentieke vintage Battle Armor Skeletor. Of hoe heet die even? Ja, Battle Armor Skeletor. Ik had het nog goed ook. En ik hoop dat je het een beetje kan zien. Hij heeft een soort van vleermuislogo op zijn borst. Maar als je die borst dus indrukt, dan klakt die in één keer. En nou heeft hij 3 diepe geulen op zijn borst. Nou zit er ook nog een tussengeul. Om het zo te zeggen, als ik hem even omdraai. Die gaat heel snel namelijk. Dan heb je ook nog een optie van 1 slag aan de borst. Ja, hij blijft wel een beetje zitten. Maar het makkelijkste is dus om volledige schade of volledig schadeloos te doen. Skeletor had zo'n Battle Armor. Natuurlijk had He-Man. Hè, zijn tegenhanger had je ook zo'n versie van. En ook weer met het idee om de schade die men berokkent bij het strijden met of militaire voertuigen of met fantasiewezens, whatever. Om er een beetje realisme in te brengen. Ik heb hier dat is een remake zeg maar van de laatste jaren. Hebben ze, hij is aardig gelijkend, hebben ze weer een aantal van dit soort figuren opnieuw uitgebracht. Maar dan beweegbaarder met wat extra attributen erbij. Maar is misschien wel leuk, ik heb dus niet de originele op kaart, die zijn ook alweer aardig duur. Maar hier kan je een beetje de werking zien. Nou ja, eerst duidelijk hè. Je ziet al, draai hem naar beneden, klak, 1 slag, draai hem nog een keer naar beneden, pam pam pam. Meerdere zwaardslagen op den armor. Dus dat vond ik wel even weer een feest van herkenning. Dat ik in één keer weer dacht van, oh ja, verrek, dat was een dingetje vroeger. Zie ik tegenwoordig eigenlijk nooit meer in een speelgoed. Maar nou zie ik sowieso, behalve wat Marvel figuren en af en toe, dat soort dingen. Wat Star Wars, zien we ook weinig meer in de winkel. Dus dat is jammer, maar we hebben in ieder geval nog die oude zoete nostalgie. Dat was het weer voor deze week. Vind je het leuk wat we doen op social media? Dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de Kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan de Hammerstraat nummer 3. Of je spullen in te leveren aan onze lokale bij de gezitten witte kappen voor al uw winkel. En breng genot. Jongens, nogmaals hartelijk dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Cheerio.